Ik heb u eigenlijk leren kennen via uw boek Natuurlijk Spelen. Ja. Hè? En als ik dan ook nog eens las dat jij ook onthaalouder bent, was ik wel vrij geïnteresseerd om eens kennis te maken en om zo eens te horen van waar haal je jouw inspiratie, hoe bekijk je dat. Ik zou het eigenlijk vooral een beetje over buitenspel willen hebben. Ja. Hè? Ik zou eigenlijk zo een keer willen horen, wat is eigenlijk waarom vind je dat zo belangrijk, dat buitenspel? Wat is uw visie eigenlijk? Ja, wel, eigenlijk kan ik daar maar één iets op zeggen. En dat is eigenlijk gegroeid door de kinderen zelf. Doorheen de jaren kwam ik tot de constatatie dat buitenspelen eigenlijk het leukste moment van de dag was voor de kindjes. De babytjes komen er tot rust en de peuters kunnen er echt uitleven. Eigenlijk die wisselwerking tussen natuur en kinderen, dat is echt een fantastische ervaring. Ja. Vandaar dat ik met het idee speelde van echt een ontdekplekje te maken in de tuin. Want aanvankelijk was het buitenspel hier eerder klassiek, zoals bij de meeste mensen, op het terras. Met de fietsjes rondrijden, lopen, met de bal spelen. Heel klassiek spel eigenlijk. Ja, ja. Tot op een bepaald moment, tijdens een observatie, dat ik een kindje zag in een bloempot, gevuld door de regen. En wat aarde en een stok aan het roeren. En ik had precies een flashback naar mijn kindertijd. Echt, ja. Ja, want dat was iets dat ik ook eigenlijk van wel op latere leeftijd, op kleuterleeftijd, de eerste herinneringen, van zo met natuurdingen bezig te zijn. Ja, 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 ja. En zo is eigenlijk mijn visie gegroeid uit die observatie en uit de verwondering, die kinderlijke verwondering, hoe dan ze omgaan met de seizoenen, met alles wat dan ze tegenkomen, echt die zintuigen die zo geprikkeld worden. Dat is eigenlijk echt een drijfveer en dat groeit nog steeds. Ja. Ik voel me echt gelukkig met die manier van werken. Waarom? Omdat dat nooit af is. Ja. De plek like dat je ze hier ziet, evolueert constant. Ja. Door de kindjes, door hun eigen evolutie, van peuter, van baby, peuter, tot aan ze hier vertrekken als kleuter. Maar ook door de impulsen van de vriendjes. Natuurlijk door de seizoenen. Dus dat maakt mij eigenlijk heel erg gelukkig in mijn job. Ja, alleen ik vind het wel tof om u zo te horen zeggen dat dat iets is dat spontaan gegroeid is. Zo, hé? Dat je door observatie van een kindje bezig te zien met eigenlijk twee keer niks. Ja. Hè? En te zien hoe groot dat die betrokkenheid dan was op dat moment ook. Ja, dat absoluut. Daardoor dat eigenlijk bij u gegroeid is. Hè? Ja. En nog altijd groeit door. Het groeit nog steeds. En de natuur biedt zoveel gratis speelgoed aan. Allee, het is eigenlijk maar voor het grijp, maar je moet het eindelijk kunnen zien. Ja. En dat natuurlijk buitenspelen is eigenlijk kijken door de ogen van het kind. Ja. Plus, het is zeer actueel. Buitenspelen is zeer actueel. Ja. Het is gezond. Het is goed voor de ontwikkeling. Artsen zijn ervan overtuigd. Hoe meer dat kinderen in contact komen met de natuur, met ziektekiemen, dat hun immuunsysteem beter ontwikkeld. Dus ik zou het iedereen aanbevelen om dagelijks, al is dat maar een half uurtje, naar buiten te trekken met de kinderen en te zien wat dat er gebeurt. En van daaruit vertrekken. Ja, mooi hè, die verwondering. Ja, die verwondering. Verademen en verwonder. Ja.